Nu zijn jullie eigenlijk in de hoop hier duidelijkheid in te verschaffen. Niet alleen voor de consument, maar vooral ook voor die winkels. Zijn jullie naar alle grote fabrikanten toegegaan. De 20 grootste hardwarefabrikanten hebben jullie een brief geschreven. Waaronder alle grote notebookfabrikanten. Dus de Acers, de Sony, de Toshiba's, HP's, noem ze allemaal op. Ze zaten ertussen. Ja. Die brief, wat had die precies voor strekking? Eigenlijk een hele simpele brief. We vroegen één ding. Houdt u zich aan de Nederlandse wetgeving? En als u daar geen antwoord op wil geven, daar waren we op ingedekt, vroegen we hoe lang gaat uw product mee? En dat was eigenlijk maar bedoeld om de discussie in de winkel die er plaatsvindt, hè, in het derde jaar, vierde jaar, om die te kunnen beëindigen of in ieder geval kunnen zeggen, nou, de fabrikant zegt zelf dat het zo lang meegaat. Dat was eigenlijk de hoop, dat als fabrikant zou zeggen, wij vinden dat onze laptops gemiddeld 2 jaar meegaan, dat je dan als consument eindelijk duidelijkheid hebt van, ja, wat kan ik nou verwachten? Ja. En je kunt binnen die 2 jaar naar die winkel gaan en die winkelier op zijn beurt weet het ook 2 jaar en die zou dan naar zijn distributeur kunnen gaan. Ja. Ja. 20 brieven eruit gestuurd naar de 20 grootste hardwarefabrikanten. Ja. Resultaten waren niet heel positief. Nou, wel een paar gesprekken gehad. Maar uiteindelijk wil niemand de wet naleven. Althans, het niet op papier zetten. En ook niemand wil aangeven hoe lang producten meegaan. Hè, wat de levensduur is of de verwachting van de producten is. Ja. Niemand die dat op papier durft te zeggen. Geen enkele van die notebookfabrikanten durft zwart op wit te zeggen, wij verwachten dat onze laptops 2 jaar of 3 jaar of wat dan ook meegaan. Nee, terwijl wij ons stuk hebben opgesteld en dat hebben we ons laten inspireren door de consumentenautoriteiten, wat overheid is, economische zaken. Wat je in het verleden zag met Paradigit en met Dynabyte, die hebben ook een garantieverklaring ooit afgegeven. Dat hebben we allemaal goed bestudeerd en daar hebben we een document van gemaakt. Laten lezen door de consumentenautoriteit. Die zegt ook van, ja, dit is conform de wet, hè, dit is gewoon hoe het moet zijn. En dan nog zegt die fabrikant, ja, het kan wel de wet zijn, maar niet voor ons. Maar wat ik dan niet begrijp, waarom zien fabrikanten hier geen voordeel in? Ik zou me kunnen voorstellen dat als jij als bepaalde fabrikant gaat zeggen, ja, wij vinden dat onze laptops 3 jaar lang meegaan, en je gaat dat eigenlijk overal duidelijk kenbaar maken, dan is het een voordeel ten opzichte van je concurrenten die dat misschien niet doen. En dan zou misschien de consument eerder geneigd zijn om die laptop te kopen, omdat je daar gewoon meer duidelijkheid bij hebt. Maar zo werkt het dus klaarblijk niet bij fabrikanten. Nee, want de meeste laptops hebben een garantie van 1 of 2 jaar. Ja. En daarna is een discussie, maar dat weet je niet op het moment dat je het koopt. Hè? Dus een beetje met een brandverzekering ook zo. Je gaat pas de polis checken op het moment dat je brand hebt gehad. Ja. Nou, dat zie je bij een notebook ook. Je koopt een notebook en dan ga je ervan uit. En dat is ook wat de overheid je zegt. Je hebt een bepaalde verwachting. Wat gebeurt er in de praktijk? Toevallig nog vandaag meegemaakt met een merk. Na 14 maanden gaat het notebook kapot. Terug naar de leverancier. En die zegt gewoon keihard, nee, 1 jaar garantie. Zoek het maar uit en een reparatie kost €600, terwijl het notebook zelf 1 jaar geleden €500 kostte. Ja. En dan sta je en als winkelier leg je dat dus niet meer uit. Dat leg je niet aan de consument uit wat daar gebeurt. Maar is dat ook direct de reden waarom fabrikanten eigenlijk, zeg maar, die daar geen duidelijkheid over willen verschaffen? Zijn reparaties simpelweg te duur voor een fabrikant? Een fabrikant besteedt reparaties uit. Dus die heeft een reparatiebedrijf en die repareert voor de fabrikant. En wat daar gebeurt is dat het reparatiebedrijf krijgt bedrag X, €20 per reparatie. Het reparatiebedrijf krijgt een veel hoger bedrag op het moment dat ze buiten garantie repareren. Dus het is voor het reparatiebedrijf is het ontzettend interessant om eigenlijk zaken buiten de garantie te gaan repareren. Ja. Vervolgens is het zo dat er heel wat fabrikanten zijn die zeggen, joh, conformiteit, dat bepalen wij wel. Onwerkbare situatie, want dat betekent dat als je als consument naar een winkel gaat met je notebook, dat de winkel moet opsturen naar de fabrikant. De fabrikant gaat beslissen of het dan binnen de garantie valt, non-conformiteit. Vervolgens ook nog eens naar het reparatiebedrijf gaat, wat een belang heeft om buiten de garantie te gaan repareren. Dus even terug. Je gaat met je kapotte laptop naar de winkel. Ja. Die gaat worden opgestuurd. In eerste instantie is dan die fabrikant, zegt dan zelf in de algemene voorwaarden van, wij bepalen wel in hoeverre het, of het echt aan het product ligt of aan de gebruiker. Dus daar heb je eigenlijk als consument eigenlijk niks meer in te brengen. En in de praktijk laten ze dat heel vaak over aan reparatiebedrijven, die er alles mee te winnen hebben om te zeggen dat het, zeg maar, aan de gebruiker ligt en niet aan het product. Ja. Die hebben daar een ander belang bij. Ja. Maar het is zo, in de praktijk werkt het anders. Hè? Want je komt als consument bij de winkel, of het een webwinkel is of een fysieke winkel, laat ik even in het midden. En je zegt, het product is niet conform. Hè? Dus ik wens herstel of vervanging. Ja. Vervolgens kan die winkel zelf kijken, zonder dat hij ooit een fabrikant gaat raadplegen wat er een defect is. Stel de harde schijf is kapot, dan mag hij dat zelf gaan vervangen. En vervolgens de stukken en de harde schijf naar de fabrikant sturen. Alleen door de regels van de fabrikant, dat is wetgeving wat ik nu zeg, door de regels die de fabrikanten hebben, is dit theoretisch wel mogelijk, maar in de praktijk niet. Dus je kunt als verkopende partij nooit de service leveren waar een consument recht op heeft en die je wil leveren. Dus zelfs als die computerwinkel ziet wat het probleem is en het wijze van spreken in 10 minuten kan oplossen,
vindt de notebookfabrikant het. En dan praten we opnieuw over ze allemaal. Dus ja, zonder uitzondering vinden ze het niet goed als die computerwinkel dat doet. Ja, er zijn zelfs fabrikanten die eisen of verlangen een onderzoek, een rapport van TNO of van hun eigen partners. Sluiten dus heel veel zaken uit die wettelijk wel zijn toegestaan. Want verkoper kan heel goed bepalen wat non-conformiteit is. Natuurlijk kan een fabrikant dat laten betwisten. Dat is een ander verhaal. Natuurlijk kan hij laten zeggen, die harde schijf is wel kapot. U heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Ja. Maar dat is een ander verhaal. In de basis moet hij non-conformiteit vergoeden. De schade die eruit voortkomt. Ja, ja de discussie die aan de balie staan, die hebben we hier dan ook bij. Nou, het is een heel grijs gebied. Dan vraag ik me toch af, wat kun je als consument nu doen? Want als consument wil je natuurlijk wel natuurlijk enige zekerheid. Natuurlijk, de eerste oplossing hebben we al besproken. Je kunt zo'n extra garantiepakket al aanschaffen bij veel winkels. Maar ja, de prijzen daarvan die zijn over het algemeen erg hoog. Dan betaal je zo 20-25% meer voor je laptop. Ja. Wat kun je nog meer doen? Je kan natuurlijk letten op het ICT-waarborglogo. Dan heb je in ieder geval meer zekerheid. We hebben 7 zekerheden. Je hebt dan te maken met vakspecialisten die in ieder geval weten hoe de wet in elkaar zit en de wet naleven. Vaak het zelf omruilen en het aan de achterkant zelf regelen, waarbij wij ze ondersteunen. Want concreet, wat betekent dat? Als ik let op jullie logo in de prijsvergelijker en ik koop die laptop waar dan misschien maar één jaar fabrieksgarantie op zit en ik koop hem bij een winkel die is aangesloten bij ICT-waarborg en hij gaat na 14 of 15 maanden kapot, wat gebeurt er dan? De bij ons aangesloten bedrijven die werken allemaal volgens de wet. Nog sterker, op jullie website staat ook de garantiewijzer onderin. Mm-hmm. Die kun je doorlopen, dan kom je ook de hele wetgeving tegen. Die wordt onderschreven door al onze leden. Dat betekent waar het redelijk en billig is. Ik moet daar voorzichtig in zijn. Dan zal de shop het altijd vervangen, kosteloos herstel of vervangen. Maar een laptop die na 15 maanden kapot gaat, daar mogen we altijd wel van stellen dat redelijk en billig is, dat die het nog zou moeten doen, toch? Het voorbeeld wat ik aan het begin gaf, dat was ook een praktijkvoorbeeld dat vandaag gebeurde en die is ook vandaag gelijk opnieuw verzonden. En dat risico ligt op dit moment bij die ondernemer. Ja, verwacht je dat hier zeg maar in de komende maanden, jaren nog verbeteringen gaat komen? Want eigenlijk, de consumenten roepen om duidelijkheid. Ik begrijp dat de shops eigenlijk ook heel graag duidelijkheid willen, omdat die dus nu heel veel reparaties helaas uit eigen zak betalen. De bal lijkt er echt bij de fabrikanten te liggen, toch? Ja, maar de bal ligt ook bij de fabrikanten, maar er komt steeds meer druk. Dat zien we al. Ze worden steeds makkelijker om toch dingen binnen dat regressrecht, binnen die termijnen te herstellen. Het wordt makkelijker door dit soort aandacht hopelijk nog makkelijker te maken. We zien dat er wat scheurtjes komen. Ja. En ik verwacht dat de komende tijd er overheid wellicht mee gaat bemoeien of andere factoren een rol gaan spelen, waardoor het allemaal wat makkelijker gaat worden. Ja, en als consument mogen we ook concluderen dat je eigenlijk heel erg moet blijven kijken of er ergens iets over verwachte levensduur wordt gezegd. Als je ergens op de site van de verkoper of op de site van de fabrikant vindt van de te verwachte levensduur van dit product is 2 jaar, 3 jaar of wat er ook staat, dan is dat eigenlijk ineens heel netjes afgekaderd de periode waarin je terecht kunt. Nou, veel verkopers hebben het ook op de site staan hoor. Dus ook onze leden zul je wel grafiekjes kunnen vinden wat de levensduur is. Maar het blijft allemaal redelijk en billig en je moet het toch met de verkoper eens worden. Ja, en het probleem dan natuurlijk altijd als je een laptop hebt en je bent er gehecht aan en je gebruikt hem. Het is voor jou lastig om een weken zonder te zitten. Ja. Nou, we gaan dit in de gaten houden. In ieder geval dank voor de opheldering. En daarmee komen we aan het eind van deze aflevering van Hardware Info TV. Volgende week vrijdag zijn we weer. Tot dan.